2300 kilometer. Dat is de afstand tussen Halen en Santiago de Compostela in Spanje. Har Haans heeft dit traject in het voorjaar gelopen, als een echte pelgrim door weer en wind met de bagage op zijn rug. Hij is net terug en wij spraken hem. Waarom wou je de Camino lopen? Ik heb altijd wel een drang gehad om het avontuur, heeft me altijd aangestangen. Misschien dat ik daarom altijd zelfstandig ben geweest. Ik heb altijd bij je been gestangen. En het avontuur, het onbekende, dat trok me wel aan. Ja, ik was dat altijd wel een beetje van plan zo. En wanneer is dat idee echt ontstaan dat ze concreet in actie is gekomen om de reis voor te bereiden? Dat ging in 2021, ging dat heel plotseling. Ik zeg tegen José, ik ga lopen. Marie-José is mijn vrouw. Ik ga lopen en ja, dan moet je dat doen. Ik heb een heel gemakkelijke vrouw wat dat betreft. En toen gaat dat in die hoofd zitten en dan gaat ze dat voorbereiden. Dan heb je beukjes, dus ook gaat informatie. Dan gaat ze naar die avondje van het genootschap, wie de Pauw en Remun. Ik krijg heel veel informatie van mensen met veel ervaring. En heel langzaam, maar het belangrijkste is dat het die boven in die hoofd, dat het klopt. Want de kind zal wel fysiek klaar zijn, maar hierboven moet het gewoon kloppen, dan moest er gewoon klaar voor zijn, geestelijk. Dat heb ik gemerkt. En wat waren dan een beetje de, laat ik zeggen, de beren op de weg, de blokkades, dat ze dat toch echt naartoe moest werken om te gaan? Er zaten wat twijfels in? Hoe moet ik dat zien? Ja, wat obstakels was. Ik heb eerst gewacht. Ik was eerst aan het lopen. Ik ben in 2021 eigenlijk in een keer vertrokken. En toen kreeg ik een telefoontje van Marie-José van mijn moeder ligt op sterven. Maar die had met iedereen gesproken en die zag haar, loop maar door. Dus ik liep door. De dag daarna moest ik door een bos van 17 kilometer en ik moest eten en drinken metnemen, want ik kwam niks tegen. En toen was ik zo aan het denken, ik denk wat was ze nu aan het doen, de huurstoes te zijn. En toen ben ik heel snel naar huis, heb ik ook alle medewerking gekregen, dat is een apart verhaal, maar je krijgt alle hulp als je op dat moment zo hebt beslist. En toen, s'avonds, zat ik al aan het sterfbed van mijn schoonmoeder, ja. Dus toen heb ik, en daarna kwam COVID, toen loog alles plat en toen was het eigenlijk afgelopen. Maar dat was nog altijd wel gewoon? Het heeft altijd in me gezeten en in 2023 heb ik dat weer opgepakt. En dan is het zover, de dag dat ze gaan vertrekken, viel dat zwaar? Gemengde gevoelens. Hè. Hoe ga ik aan beginnen? Hoe ben ik in godsnaam met bezig? En ik weet nog de eerste dag dat ik vertrok. Ik woon in Remun, had ik binnen de veut. Ik denk, dit gaat fout. Dat heb ik bij de show doet gedaan. Even de veut gaat gemonceerd. Geen last, maar gaat. Maar dat zijn allemaal van die dingen. Ja, heel menselijk, maar die komen ze wel tegen. Hoe ging je die eerste dag? Nerveus. Ik heb geen ervaring, dus ik heb het beukjes heb ik me aangeschaft, een beetje de route uitgestippeld en dan gaan ze lopen. En dan probeer ze op die tekens te letten van de Camino natuurlijk. Hè. Dat is de enige leidraad. En ik ga je Google Maps, dus dat was eigenlijk een combinatie. Als ik de weg niet wist, dan keek ik op Google Maps. Ik ga je gedacht van, hey, dan ga ik naar die plek en dan ga ik lopen. En ik ga je gedacht 20 kilometer in het begin, 18, 20 kilometer. Ja, en dan komen ze aan en dan ben ze blij dat ze kunnen slapen. In het begin ben ze heel nerveus en bang dat ze het verlies of fout duizen of verdwaalig niet. Omdat ze geen ervaring hebben. Dus de eerste dagen zijn heel spannend. En komen ze dan ook al Camino lopers tegen? Nee, absoluut niet. Ik heb weken, misschien de eerste maand gelopen. Ik heb geen mens gezien terwijl ik dacht van, hey, dan komen ze wel een keer aan de grens van België, Rocroi. Daar verzamelen zich allemaal die routes eigenlijk en dan gaan ze Frankrijk in. Ik heb geen mens gezien. Maar het was 13 maart. Iets later was 13 maart. Ik ga al een paar weken gelopen. Het was koud, regenachtig. Ja, Wim vertrekt zo vroeg. Dus het was afwachten. Hè. Heb je wel eens overwogen om te stoppen? Geen moment. Die drive heb ik niet gehad. Absoluut niet. En ik heb weken lang door de regen gelopen. Door de wind. Ik heb nooit geweten dat de wind zich zoveel parten kan spelen. Ga je met mijn kapotte lippen, ga je de regencapuchon tegen me om een beetje uit de windje blijven. En dan loop ze op die eindeloze vlaktes van Jacques Brel, hè? Mijn Vlaanderenland, mijn vlakland. Is er ook wel eens de weg kwijt geweest, verlopen, zoiets? Verlopen dat ik weet, één keer.
dat was al in Spanje. En de wegkwiet was in België drie keer in de bos. De bos had ik een hekel aan, want er was de kans groot dat ik geen verbinding meer had. Dus dan was Google Maps was uitgevallen en dan ging ik naar de puiltjes kijken. Een piel of een teken op stoom van Santiago. En als die er ook niet waren, en die waren er heel vaak niet, ja, dan was ze eigenlijk de weg kwijt. En dat heb ik drie keer metgemaakt. En ondertussen verandert er van alles onderweg, want het weer wordt beter. De komt zuidelijk, nee, maar net de mensen ook anders zien. Hoe hebben ze dat ervaren? De mensen zijn anders, de natuur is anders. Ik zag het aan de bomen, dat verandert. Want dan zitten we nu in april. Nee, je gaat verder. Dan lopen ze een heel tijdje lopen ze België, Rocroin, de Franse grens. En dan zak ze af naar Vézelay. Vézelay is ook weer zo'n plaats hoeveel caminogangers bij elkaar komen. Hè. En we daaruit zak ze dan af. En, dus best ongeveer 3 maanden zitten ze midden Frankrijk? Nee, in het geheel heb ik ze gehad. Dik 3 maanden, 3,5 maanden heb ik gelopen. Dus 2 maanden? Ja, 2 maanden ja, heb ze zeker nodig. En dan merk ze ook na 6, 7, 8 weken kreeg ik het gevoel van, ik ben een echte pelgrim. Met alle ontberingen, met metvallers en tegenvallers, met kletsnatte voeten en de schoen zijn s'morgens niet terug. Ja, los het maar op. Dan loop ze urenlang zonder dat ze een dorpje tegenkomt. En ja, heb ik nog het eten in mijn rugzak. En dan zit ze langs de kant met een stukje stokbrood en een stukje worst erop. En dan is water moet ze altijd biedig hebben natuurlijk. En dan zit ze langs de kant en ik vond het heel vaak heel mooie momenten. In the middle of nowhere, gans alleen. En dat ze wist, ik ben onderweg. Je bent een sociaal mens zoals ik je ken, maar hoe is het dan om eigenlijk... Ja, oké, je kunt ze onderweg eens mensen tegen, maar dus is er ook relatief weinig. Hè? Vooral heel in het begin. Hè? Heel weinig. Hoe ging dat? Dat was heel moeilijk. Het grootste probleem voor mij was in het begin de eenzaamheid. Waarom? Je loopt ze de hele dag alleen. Ja, zeker in België was het in het begin, maar later nou in Frankrijk. Dan loopt ze oren alleen, zonder dat ze in mijn steen komt. Ze spreekt zich nemens aan en s'avonds komt ze ergens aan. Dan krijgt ze een slaapplek, die betult ze ervoor. En dan krijgt ze hopelijk s'avonds gaat te eten. Of niet, en dan is ze naar de supermarkt en dan kook ze zichzelf gaat. Ja, de eenzaamheid, s'avonds heb ik behoefte aan een gesprek. En als die mensen dan niet tegen mij gaat zachten, dan voelde ze zich nog eenzamer. Want toen had ze de hele dag niks nemens. Er had behoefte aan even een beetje uitwisseling. En bellen ze elke over een hoest of heeft ze afgesproken om dat niet te doen? In het begin heb ik dat niet gedaan. Belde ik een paar keer per week en later kwam ze in een ritme. En dan vond ik het fijn om elke avond even mijn vrouw. Maar dan was ze al 2,5 maanden het lopen en dan belde ze elke avond die vrouw. Dat vond ik fijn, want ja, dat was toch lang alleen. Hè? Ja. Dat was toch lang alleen. En dat gesprek zo was even met mijn vrouw. Daar had ik best behoefte aan. Hoefde ik het niet lang te doen, maar even hallo, wie is het gegaan? Ja, soms waren het moeilijke momenten, dat is het heel moeilijk. En er was net om die stem te huren, was net genoeg van, hey, kom, het gaat weer. En hoe was het om in Santiago aan te komen? Om aan te komen? Dat het erop zoot. Ja, daar hadden ze van alles, allemaal pelgrims vanaf Saint-Pierre, Jean-Pierre de Port tegenkomst. Die vertellen erover en sommigen hebben al vaker gelopen en oh, dat is heel emotioneel. En toen ik daar kwam, ja, ik ga het even moeilijk. Maar toen zag ik allemaal die mensen en ik denk, ja, dit is het. Toen ik kreeg ik ineens het gevoel van, het zit erop. Is dat een bepaalde ritueel wat er gebeurt? Nee, dat is geen ritueel. Je komt gewoon aan. Je komt gewoon aan op dat grote plein en de zus allemaal die, er komen dagelijks pelgrims aan. En ineens klop je me eens achter op een shower in de Frans, wat was het? Een Fransman, ja, een Franse fotograaf. Daar heb ik ook heel lang met gelopen. En ja, dat is ook dat ik het even moeilijk heb, omdat ik aan was gekomen naar 2300 kilometer. En zal ik een foto van dicht maken? Ik zeg, ja, dat zou ik heel, heel fijn vinden. En dan moet je een paar foto's. Ik zal ik een foto van dicht maken. En ja, zo helpen ze elkaar. Dat is camino lopen. Ze helpen elkaar met alles, met pleisters, met zorg, met masseren, met alles. En nu ben je, denk ik, 3 weken terug, hè? 14 dagen ben ik 14 dagen, ja. En ja, hoe kijk ze er nu op terug? Want het tegengebracht was ze, wil ze?
Of. Dat is nog een kombi. Is dat nog een kombi? Ik heb ook een tijdje, ik geloof, ja, de kums, heel de wereld kums tegen. Alle nationaliteiten kums tegen. En op een gegeven moment heb ik ook met een Franse, mevrouw Elisabeth, die was met haar nicht, was die aan het lopen, ook met een bepaalde reden. En die had vaker gelopen en die zei tegen mij, als je toes bent, dan begint je Camino pas. Ik denk, wat zal die bedoelen? Nou, nu zit ik er middenin, ik ben toes, ik heb heel veel moeite om te winnen. Want vanavond deed ik de rugzak even op en ik word geliek. Ik denk, oh wat heerlijk, kom jongens, lopen. Maar ja, oké, okay, ja. De Camino begint nu te werken en ik zal je over een maand of over een half jaar vertellen wie het is gegaan, maar ik ben nog lang niet geland. Is het iets wat ze nog eens een keer zouden doen of loopt ze de Camino niet twee keer? Veel mensen lopen voor de tweede keer en ik begreep dat ook wel. Het duidt het met zich. Doe kriegsgat van binnen, was ze volgens mij niet meer verlies. Voor de rest van je leven heb ze het opgeslagen. Ik weet niet wat dat is. Maar die was niet meer dezelfde persoon. En dat hebben we nog heel veel gezag en ik weet nog hoe ze het over hebben. Maar om dat te begrijpen, zo ze de Camino moeten lopen.